Hallo, goedenavond. Welkom bij de Gent Sportdienst Facebookpagina. Ik ging bijna zeggen goedemorgen, maar ja, wij gaan jullie nu ook verwennen met een avondsessie. En wij, dat is Maaike, dus mijn collega en ik, afwisselend elke week op woensdag om 17:30. Ja, dat weertje, dat is toch ongelooflijk. Dus ideaal om na een werkdag er even in te vliegen. Mensen die er nu bij komen of die zich aanmelden. Ja, zwaai een keer even. Geef een teken van leven dat je er bent. Dat je klaar bent om te volgen. Goed, ik zie hier al er een aantal verschijnen. Wat mag je verwachten? Een workout die toch wel iets pittiger is dan mijn andere workouts in de ochtend. Maar ja, er zijn opties, dus je kan die volgen. Je kan die doen, verder gaan als je zin hebt. Dus ik begin altijd tamelijk rustig en er zit een opbouw in. En dan kan je meegaan in de opties zoveel of dat je en zo ver of dat je wilt. Goed, aantal die nu aan het kijken zijn, dus ik denk dat we er klaar voor zijn, dat we kunnen starten. Goed, ik ga mij klaarstaan. Ik zie nu ook dat die zon hier een beetje anders zit, dus ik hoop dat jullie mij voldoende zien. Goed, waar gaan we mee beginnen? We starten met een squat en tap. Dus buig door je benen, hap, dit, hap, hap, plaats telkens één teenpunt, haps. Navel goed in, van in het begin, pak je armen mee, kom maar. Squat en tap. Tap. Ga goed door die benen. Mannen. 4. Nog 3. Nog 2. Blijf een squat en tap. Wie wil, ga dieper in het midden. Kom aan. Down. Down. Up. Down. Up. Squat en tap. Hop. Tap. Tik. Tik. Mannen. We gaan opwarmen. 3, nog 2, we blijven in de squat en tap, maar zet uw voet verder naar achter. Ik doe even in profiel, dit, op, let op, buikspieren opspannen, ja. Dus geen holle rug, niet dit, op, zet uw voet naar achter, op, 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 ja, dat lukt, normaal hè, ik zie al redelijk wat reacties verschijnen, 4, 3, 2. Eentje. Ga door met de knie. De knie lift. Hop. En duw die knie schuin naar buiten. Pak die armen mee. Hop. En ademen. Uitademen. Hop. Hop. Kom maar. Hop. 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 Goed, die knie maar uit. 4. Nog 3. Nog 2. En we gaan terug naar de eerste, de gewone squat en tap. Hop. Maar, pak nu die arm mee. Zwaai die voor. Kom aan, hè. Dus het is terug de eerste beweging, maar met die armen mee. 4. 3. Ga door. En pak uw armen mee naar boven. Kom maar, krachtig. Hop. En span telkens die buikspieren op. 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 Duw. 4, 3, 2, eentje. En de gewone, en weet je nog, dieper gaan. Squat, op, diep. Goed in te midden. Kom maar, en die arm. Hop, hop. Warm die benen op. Ik hoop dat het al een beetje begint te voelen. Nog 4, maar nog 3. 2. En terug de versie waarbij je de voet naar achter tikt. Hop. Hop. Let op, hè. Buikspieren aanspannen. Tik. Tik. Hop. Hop. En mij terugdraaien. Mijne. 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. Oké, adem even in.
Blijf stappen. Adem uit. Ik ga ondertussen een keer kijken naar de reacties. Oké, het zijn er redelijk veel die al kijken. Goed zo. Klaar voor de volgende reeks? Ja. We gaan afwisselend. Ik ga het in profiel doen. Hiel. Tikken. Hop. Hop. En vanaf nu ga ik maar redelijk wat opties werken. Dus dit is de basis. Die hiel tik. Oké. Ik ga straks verder in de opties. En je kijkt maar hoe ver dat je mee gaat. Want we gaan de conditie een beetje meer aanspreken. Oké? Wie wil met een hopje? Hop. Tik. Hop. Hop. Tikken. Tikken. Er zitten. Hop. Kom maar. Op. Ademen, hè. 4. Nog 3. Nog 2. 1. En nog een optie verder. Snel tikken. Op, op. Telkens die hiel plaatsen. Tenen naar je toe trekken. Maak maar. Navel in. Kom maar. Ademen, hè. 4. Nog 3. Nog 2. Eentje en terug, gewoon afwisselend. Adem goed in en uit. Gevoeld? Hartje dat een beetje meer moet stikken. 4. Nog 3. 2. Nu gaan we de beweging doen alleen met het rechterbeen. Dus links wordt standbeen. Hier kan het in profiel tonen. Je doet hiel, teen. Hiel, teen. Op. En die teen is terugplaatsen naast uw andere voet. Standbeen gebogen. Pas op, we zijn ook hier terug vertrokken voor een tijdje. Dus, hop, dit. Houd die balans in uw standbeen. Navel in, hiel, teen. Hop, hop. Pa. Nog 4. Nog 3. Nog 2. 1. Het blijft rechterbeen. Kijk naar de beweging, ze wordt groter. Hiel, teen. Hiel. Dus die teen gaat verder naar achter. Hop. Hop. De schouders komen een klein beetje naar voren. Navel in. 1 rechte lijn. Ademen. Voor. Achter. Houd die bounce in uw standbeen. 4. 3. 2. En wie iets meer wil, ook met een hopje. Hop. Hop. Kom maar, hè. Hoehoe, dat standbeen. Ik begin het ook al te voelen. 4. 3. Lift telkens goed die knieën. Hop, ben mijn tel kwijt. 4. 3. 2. Eentje. Hou je rechterbeen achter. Ja. Tenen plaatsen. En tappen. Dit. Hop. 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 Dus je lift telkens je tenen van die rechtervoet. Hier navel in. Oké? Okay? Is het voelbaar? We gaan strakjes. 3 keer tikken. En 4 is een knie. Kijk even. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Knie. Hop. 2, 3. Hop. Hop. 3 en knie. Hop. 2, 3. Yep. Lukt dat nog? 4. Nog 3. 2. We laten die tap weg en alleen die knie. En running arms. Pak die armen mee. Kom aan. Hop. Let op, hè. Dit. Hop. Navel in. 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. En houd terug die rechtervoet achter. En ik weet het. Ja, ja. Links. Het is voelbaar, hè. Terug die tap. We zijn er bijna, aan die kant. Goed kijken nu. Je gaat je rechtervoet zijwaarts plaatsen. Je lichaamsgewicht komt in het midden. Yep. Maar die rechtervoet blijft van de vloer aan. Dit. Hop. Hop. Oh my god, kom aan. 4, 3, 2, 1. Plaats je voet terug naar achter. Blijf tappen. Hop. Wat denkt u? Doen we dat nog een keer? Ja, hè? 4, 3, plaats die rechtervoet zij. Lichaamsgewichten met de buig door die twee benen. Links blijft plat, rechts hier.
navel in. Kom maar, hop. We zitten. 4. Nou, 3. 2. Eentje. Shake even los. Amai. Naar de linkerbeen. We doen die reeks ook nog aan de andere kant, hè. Oké? Okay? Goed. Shake het even los. Adem een keer in. Adem uit. Eentje. Oké. Tik terug. Eerst afwisselend. Rechts en links. Hop. Kom aan. 4. 3. 2. Hier gaan we ietsje sneller. Over. Onmiddellijk met een hopje. Dit. Kom aan, hè. Je kent de beweging. Even conditie. 4. 3. 2. Eentje. In. Uit. In. Op. Voor. We gaan onmiddellijk naar de grote. Hop. We zijn gewisseld van been, hè. Linkerbeen. Hop. Pa. Op. Op. Manen. Op. 4. 3. 2. Eentje. Laat die voet achter. Yep. En teenpunt, laatste en tappen. Hop, dit. Kom maar, kom maar, kom maar. Je ziet het? Mooie rechte lijn. Houd die balans. Navel in. Blijf tappen. Ook aan die kant. 3 keer tappen. De vierde knie. Pas op, hè. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Knie. Hop. En knie. Plaats die voet terug ver naar achter. Hè. Tikken. Ah, tik. Hop. 4. 3. 2. Eentje. En alleen de knie. Kom aan, hè. En running arms. Hè. Gebruik ze. Kom. Houd die spanning. Plaats die voet ver naar achter. Navel in. En ademen, hè. Nog 4, nog 3, 2, 1. En hou die voet achter terug. Je weet het, we gaan hem zijwaarts plaatsen. Ja, kom in het midden, buig door die twee benen. Maar links, voet weg van de vloer. Kom maar, 4, 3, 2. Hou die navel goed in. Eentje, plaats terug naar achter. Kom maar. Nog eentje in die reeks. Dan is die al afgewerkt. Plaats terug zij. Kom maar, kom maar, kom maar. Ga door die twee benen. Lichaamsgewicht in het midden. Blijf hier. 4. 3. 2. Eentje. En oké. Shake die benen even los. Als je water bij de hand hebt, zeker een keer drinken. Niet meer inzetten. Ondertussen even kijken. Haha, het zijn er toch redelijk aan het kijken. Goed zo. Oké. Klaar voor de volgende reeks. Benen zijn opgewarmd. Die laten we even rusten. Hup. Voeten parallel. Reeksje voor de schouders. Armen, schouders. Goed. Navel en benen. Klein beetje hoog. Breng uw armen hier. In een hoek van 90 graden. Je gaat kruisen open. Kruisen open. De ene keer breng je uw linkerarm boven. Volgende keer rechts. Houd die schouders laag. Dit. Hop. Kruisen en open. Kom aan. Kruisen en open. Hop. Hop. Navel in. Trek geen holle rug. Niet dit gaan doen. Gecontroleerd. Benen een klein beetje gebogen. Oké, okay, ça va? Ja, 4, 3, 2, variatie. Goed kijken. Kruisen, duw voor. Kruisen, duw voor. Dus één keer kruisen, armen strekken terug open. Kruisen, open, voor. Kruisen, open, duw. Kruisen, open, duw. Twee van de drie.
In plaats van naar voren, gaan we daarna die armen opwaarts duwen. Dus je gaat één keer kruisen, duw op. Kruisen, duw op. Hop, kom maar, maak ze lang, hè. Hop. Kruis, duw. Kruis, duw naar boven. Hop. Blijf uw houding verzorgen. Navel in, rechte rug. Nog twee. Nog eentje. Oké, we gaan drie keer kruisen. Twee. Eén. Duw voor. Drie keer kruisen. Twee. Duw op. Hop. Drie keer kruisen. Drie. Twee. Naar voor. Kom aan. Drie. Twee. Eén. Duw op. Hop. Drie. Twee. Eén. Naar voor. Hè. Kom aan. Maak lang. Drie. Twee. Eén. Houd die ellebogen als je kan op schouderhoogte. Oh, nu weet ik niet meer of dat voor of, haha, of op was. Misserke. Nee. Maakt niet uit als we van één beweging twee keer na elkaar gedaan hebben. Voor de laatste. Hop. Twee. Drie. Oké. En nu blijf je kruisen. Snel. Dit. Op. Op. Ellebogen blijven hoog. Maar schouders laat. Dus niet dit gaan doen. Hier. Kom maar. Houd die baans in je benen. Navel in. We maken hem aan. Hè. Vier. Drie. Twee. Eentje. En even los. Want we zijn er nog niet voor de armen. Benen ietsje wijder. En voeten naar buiten. Oké? Okay? Goed. Terug. Kleine baans in de benen. Rechte rug. Navel in. Handpalmen naar boven. Zet uw ellebogen in uw zij. Oké, en nu ga je een kleine beweging. Uw handen, daar maak je plateautjes mee. Hè. Dit, hap, dit, hap. Ik doe hem voor. Dit, hap, 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 hap. Man, houd die schouders laag. Oké. Vier. Nog drie. Die duimen goed naar buiten. Nog twee. Eentje. En nu goed kijken, maak de beweging groter. Op. Een plié. Voeten naar buiten. Rug recht. In. Uit. In. Hop. Die armen schuin naar voren. Handen plat. Duimen naar buiten. Kom maar. Op. 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 Vier. Drie. Twee. Terug van die kleintjes, maar je blijft in plié nu als dat gaat. Als dat niet gaat, blijf je rechtop. Blijf in plié en die kleintjes. Dit. Hop. En een kleine bounce. Knieën goed naar buiten. Rug recht. Schouders laag. Handen plat. Duimen naar buiten. Kom aan, hè. Oh-oh. Nog vier. Nog drie. Twee. Eentje. En nog één keer die grote. Neer. Op. Neer. En nu mag het al een beetje voelbaar zijn, hè. Kom maar. Ik hoop dat ik niet de enige ben die het voelt, hè. Vier. Drie. Twee. Eén. En schud even los. Schouders even losmaken. Goed. Was dat voelbaar? Denk het wel, hè. Oké. Okay, als je nog een slokje wil. Want. Dit was een beetje een statische reeks voor de armen. We gaan terug ietsje actiever. Ik ga nu jullie conditie een klein beetje uitdagen. Wat denkt u? Oké? Hans de reeks nu is gebaseerd op squat. Amai, het is al 5:50. Dat gaat hier op. Oeh, allez, vind ik toch. Oké, goed. We beginnen. Voeten parallel. Geef mij telkens uitval rechts en links is naar een squat. Je weet het. Squat, lichaamsgewicht in die hielen. Hop. Voeten recht naar voren. Stelkens squat. Hop. Ook hier in die reeks. Ik bouw op qua conditie. Hè? Dus dit is de basis. Het wordt alleen maar intensiever.
Wat denk je? Mag iets meer, hè? Als je terugkomt in het midden, gaan we twee keer hop. Dit, hop, hop. Squat, hop, hop. Squat, squat en hoppen. Squat, hop. Blijf je squat wel verzorgen, hè? Voeten recht naar voren. Lichaamsgewicht in je hielen. Hop. En hop. En hop. En hop. Kom maar, nog vier. Nog drie. Nog twee. Wat denkt u? Optie erbij. Goed kijken. Hop. Jump squat. En je tikt de vloer. Hop. Hop. Ene arm gaat op. Lukt dat niet om de vloer te tikken? Goed kijken. Je kan ook de knie tikken. Knie. Hop. Knie. Hop. Dus dit is een makkelijke optie. Ga je er volledig voor? Ga diep. Hop. Kom aan, tik. Die ene arm naar boven. Andere. Nee, hop. Naar beneden. Hop. Jump. Squat. Vier. Drie. Twee. Eén. Oké. Ene wijd. Amai, mijn hartje. Ik hoop dat het mij niet hoort zuchten. Tot ginder. Ha. Goed. Benen iets wijder. Goed, handen hier. Blijf laag. Nou, wat je nu gaat doen, je gaat telkens een jumpje doen van rechts naar links. Dit. Hop. Hop. Jump. Jump. Hop. Hop. Als het springen niet lukt, doe je dit. Step touch. Oké? Dat is een makkelijke optie. Iets uitdagender. Hop. Hop. Maar blijf laag. Hop. Hop. Kom aan, hè. Vier. Drie. Twee. Goed kijken. Blijf die jump. Tik naar uw voet. Gekruist. Hop. 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 Nog vier. Nog drie. Nog twee. Eentje. Plaats uw handen op uw knieën. Kom langzaam recht. Shake even los. Oeh, was eentje dat bij mij voelbaar was. We zeggen dat het precies nodig is. Hè? We gaan verder in de squat, maar we blijven drie tijden in squat. Vier komen we recht. Eén, twee, drie en recht. Hop. Denk aan uw positie. Voeten terug, iets smaller. Drie, twee, één, hop. Drie, twee, één, hop. Oké, op. Het blijft die beweging. Drie in squat. Maar, ik ga er iets bij doen. Goed kijken. Drie, achterzetten, terug. En dan wisselen. Op, down. Oké, dus ene voet achter. En hand naar beneden. Op, down. Duw dat lekker naar beneden. Op. Lukt die optie niet? Dan blijf je drie tijden in de squat. Maar geef er mij dan die armen bij. Voor de mensen die drie tijden hier blijven. Oké. Okay. Armen, zij, voor, hop. Voor de andere, staan. Achter, hop. Oké. Okay. Hop. Kom aan, hè. Hop. Neer. Zet achter, hop. Neer. Op. Dus squat, achter, squat, kom terug. Ha. Achter. Je weet, de andere optie is ook goed, hè? Laatste twee. Nog ene. Op. Oké, adem even in. En uit. Goed, nog één reeksje. Dat is voor wat core stability. En dan gaat onze tijd juist uitkomen. Ofwel, als je een matje of handdoek in de buurt hebt, oké, okay, heb je dat niet, dan zal het op de vloer zijn. Ik was voorzien, ik heb mijn matje. Heps. Goed. Wat gaan we doen? Ik ga het zo tonen. We komen in handen
en knieën steun. Ik hoop dat iedereen mij kan zien trouwens. Wacht hè? Ja, goed. Ja. Oké. Rechterrug, hoofd in het verlengde van uw rug. Strek afwisselend. Rechterbeen uit en links tikken. Ja, tik achter. Uit. Kom maar, tik achter. Hop. 4, 3, 2, 1. Oké, luister goed. Zet uw rechtervoet naar achter. Ja. Linkerhand is gestrekt naar voor. Hoofd, rug, één rechte lijn. Navel in. Nu liften. Op. En kom terug. Kom maar, maak lang. Stop op heuphoogte. En terug. Ik doe hier even zitten. Lang maken. En terug. Ogen zijn naar beneden gericht. Naar uw matje of naar de vloer. Hop. Kom maar. Op. En terug. Nog twee aan die kant. Lift. En terug. Liften. En terug. En we gaan wisselen. Ja. Dus ander been achter. En gekruiste coördinatie. Hè? En terug. Navel in. Rechterrug. Hand hier recht onder het schouder. Lang maken. En op. En terug. Kom maar. Werk op die lengte. Hop. Denk dat er iemand aan uw arm en aan uw been trekt. Op. En terug. Kom maar. Hop. Echt lang maken. Hè? Terug. Hop. En terug. Hop. Nog twee. En nog eentje. Ja. Oké. Ik ga terug in die positie tonen. Plaats terug handen, voeten. Ja. Maar nu plaats je uw tenen in de vloer. Ja. Rechterrug. En je gaat uw knieën 5 centimeter boven de vloer liften. Dus dit en houden. Dus die knieën zijn weg. Hoofd recht in het verlengde van uw romp. Houden. Kom aan. 4, 3, 2, 1. Plaats even terug. Dus de bedoeling is dat die knieën echt 5 centimeter weg zijn van de vloer. Rug is recht, hoofd in het verlengde, hand recht onder je schouders. Nog een keer, want we zijn er bijna. Goed. Voor wie dan iets meer wil, ja, je staat hier en je gaat dan afwisselend 1 min uitzetten en terug. Let erop, die knieën blijven laag. Hè. Dit en terug. Ha. En terug. Lukt dat niet, dan blijf je in die positie hier staan. Hè. Dus duw uit en terug. Duw uit en terug. Kom maar. Duw uit. Hou die knieën laag. Ha. Terug. Duw. Terug. 4. 3. Nog 2. Eentje. Oké, plaats je knieën. Goed. En duw ook uw zitvlak even naar achter in uw hielen. Armen naar voren. Stretch even uit. Maak lang. Yep. Goed. En even draaien. Knieën vooraan open. Hier, armen naar voren. Goed. Goed ontspannen. Breng uw armen naar rechts, dus alle twee. Maar je blijft hier zitten in die child pose positie. Ja, armen gaan naar rechts. En maak lang. Stretch out. Kom maar. 4, 3, 2, 1. Wandel met uw handen naar de andere kant. Yep. Oké, kom maar. Maak lang. Houden. 4, 3, 2, 1. Oké, kom terug in het midden. Knieën samen. Plaats één voet voor de andere. Handen op de knieën. Duwen recht. Oké, ik ga een matje aan de kant zwieren. Daar, voilà. Goed. Zet uw rechtervoet naar achter. Dus dit even uitstretchen. Duw die hiel
in de vloer. Armen, breng ze op. Dit handpalmen. Handen in elkaar haken, handpalmen naar boven. En reiken, echt lang maken. Dit, maar 4, nog 3, 2, 1. Goed, naar achterste been, lift die knie, pak die knie vast, trek goed aan. Jeps. Cirkel even met je voet, cirkel naar rechts, cirkel naar links. Zet neer en wissel. Andere voet achter. Duw die heel in de vloer. Voet recht naar voren. Adem in. Haak die vingers in elkaar. Duw uit. Ja, maak u lang. Nog 4, 3, 2, 1. Adem los. Lift die knie. Pak vast. En maak die voet nog even los. Zet neer. Laat rechtervoet achter linker. Dus kruis achter. Ja. Dus rechts diezelfde arm gaat op. Hand in de zij. En duw uit. Zuiver zijwaarts. 4, 3, 2, 1. Kom in het midden. Voeten naast elkaar. Wissel. Links gaat achter rechts. Linkerarm op. Ja, hand in de zij en duw. Kom maar. Nog 4, 3, 2, 1. Goed, voeten naast elkaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is een keer diep inademen. Shake alles los. En nu nog één hele diepe. En alles los. Handen op de knieën. Ontrollen. Super goed gedaan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik vind dat dat half uurtje voorbij gevlogen is. Bedankt om mee te doen. Zeg het voort, want elke woensdag om 5:30 Maaike of ik om jullie een half uurtje in beweging te houden. En wat dat we verwachten, post een leuke foto in jullie sporten nu met een van de bewegingen. En na de coronacrisis, dan gaan wij met ons team de twee leukste en origineelste foto's wel uitpikken. En die maken kans op een 10-beurtenkaart, sportkaart bij de sportdienst. Morgen ben ik er om 11 uur al terug. En dan vrijdag om 11 uur mijn collega Maaike. Maar ook de sessies op AVS lopen nog door. Nog een fijne zonnige avond en tot de volgende. Bye!